Ken je die mop van Fee die naar Berlijn ging? Nee? Nee, ja, ik ook niet, want ze ging niet. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik zou binnenkort naar Berlijn gaan. Ik had er echt super veel zin in, maar helaas zijn de maatregelen aangescherpt waardoor onze vakantie nu door kan gaan. Echt super jammer, ik baal er heel erg van. Maar goed, ik was echter al begonnen met het filmen van deze video, dus ik dacht ik ga hem toch gewoon verder afmaken. Misschien dat jij wel op vakantie gaat, weekendje weg, misschien heb je er iets in de toekomst aan. En misschien heb je iets aan de tips die ik in deze video deel om je koffer georganiseerd, gestructureerd in te pakken. Door de jaren heen heb ik mijn eigen paklijst samengesteld op mijn telefoon die ik er voor elke vakantie weer bij pak. Daar staan echt heel veel dingen op. Echt niet altijd alles hoeft mee voor op elke vakantie, maar dan weet ik dat ik in ieder geval niks over het hoofd zie. Ik heb dus mijn eigen paklijst samengesteld, maar ik weet zeker dat je op internet ook heel veel verschillende soorten paklijsten kunt vinden. Dus mijn eerste tip is dan ook zeker, begin met het maken van een paklijst of het downloaden van een paklijst, zodat je in ieder geval dingen kan afstrepen en zo is toch de kans veel kleiner dat je iets vergeet. Zelf begin ik altijd met het inpakken van mijn kleding, omdat dat het ding is waar ik toch het meest over moet nadenken. En ik vind het gewoon heel fijn als dat uit de weg geruimd is. Wanneer mijn kleding in mijn tas zit, zie ik ook nog hoeveel ruimte ik over heb voor eventueel andere dingen. Ik vind het gewoon persoonlijk heel fijn om te beginnen met het inpakken van mijn kleding. Hoe ik dit meestal aanpak, is dat ik allereerst ga kijken naar de weersvoorspelling van de periode dat ik ben in het land. En het zou daar best wel warm worden. Een beetje rond de 25 graden. Soms iets meer, soms iets minder. Dus best wel zomers. Ik weet ook van mezelf dat ik het best wel snel warm heb. Dat geeft me een heel goede indicatie van wat ik mee kan nemen. Super fijn dat het warm wordt, want ik ga dus gewoon lekker luchtige kleding meenemen. En luchtige kleding neemt natuurlijk veel minder ruimte in dan dikke truien, spijkerbroeken enzovoort. Ik zorg er ook altijd voor dat ik van tevoren een beetje nadenk van, kunnen de outfits die ik mee wil nemen ook een beetje gecombineerd worden met elkaar? Als je bijvoorbeeld twee tops en twee broeken meeneemt, is het wel zo handig als het ook allemaal met elkaar gecombineerd kan worden. Zo heb je het max mogelijk aantal outfits bij je, maar met het minimaal aantal kledingstukken, als dat logisch klinkt. Voor de weersvoorspelling op deze trip zou ik denk ik in dit geval gewoon gaan voor een beetje luchtige jurkjes. Dit zijn natuurlijk niet echt dingen die je per se met elkaar kan combineren, want het zijn allemaal losse dingen. Ik ben dus echt gek op van die luchtige stoffen als viscose en katoen. Dus deze twee ga ik sowieso meenemen. Ik zat dus te denken, ik heb hier deze stippenjurk. En die is echt super zomers voor overdag. Maar ik kan daar ook overheen nog een t-shirt doen. Waardoor het meer een rok lijkt. Door alleen al een heel simpel wit shirt over deze jurk heen te dragen, krijg je in één keer alweer een heel andere outfit. En dit witte shirt kan ik bijvoorbeeld ook weer dragen met een shortje of een spijkershortje. En zo zie je dus dat alles wel een beetje met elkaar gemixt en matched kan worden, waardoor ik niet te veel kleding meeneem. Mijn grootste geheim om mijn koffer georganiseerd te houden is om packing cubes te gebruiken. Packing cubes zijn een soort van zachte, opvouwbare, dunnige zakjes waar je je kleding in kan vouwen, in kan rollen, zodat het heel compact als een pakketje op zijn plaats blijft. Nou, dit is alle kleding die ik mee wil nemen en ik wil gaan proberen om het in deze packing cube te krijgen. Er zijn natuurlijk verschillende manieren en technieken om je kleding op te vouwen. Je zou je kleding kunnen oprollen. Je zou het volgens de KonMari methode kunnen inpakken. Ik ga denk ik dat laatste proberen en dan even kijken hoe het uitkomt. Het is altijd een beetje een kwestie van proberen. In dit geval wil ik denk ik proberen het in ieder geval zo plat mogelijk te maken, zodat alles erin past. Ik heb hier een jumpsuit. Dan doe ik daarnaast een dunne short. Dit is ook weer zo'n heel dunnig jurkje. Ik vouw hem zeg maar dubbel en dan nog in 3 à 4'en. Hier heb ik een dun hemdje. Dat past precies zo aan mijn zijkant. Dit is veel hoger dan deze kant. Dus dan doe ik ook nog een shirtje erop. Ik heb hier een dun wit blouseje. En dat ga ik proberen aan de zijkant neer te leggen. Aangezien hier nog wel wat ruimte over is. Er past echt nog wel wat bij. Dus ik heb hier een spijkerbroekje dat ik in 3 vouw. Nu heb ik hier nog een jurk die ik oprol. En dan het allerlaatste jurkje past zo mooi aan de zijkant. En dan heb ik ook nog één dikke trui voor als het toch iets frisser wordt. En die ga ik niet oprollen, maar die vouw ik iets meer. Dit doe ik omdat als je deze trui oprolt, wordt het heel erg, ja, bulky. Dus heel veel ruimte neemt het in beslag. Maar nu kan die, als ik hem opvouw, perfect zo aan de bovenkant. En dan hoef ik hem alleen nog maar dicht te ritsen. En dan zit al mijn kleding in één packing cube. Voor mijn ondergoed, sokken, bikinis ga ik deze packing cube gebruiken. En zoals je ziet is die echt een stuk kleiner dan die ik net inpakte. Dit zijn dus 7 onderbroeken en die kan je echt heel plat samenvouwen. Ik verwacht niet veel sokken te gaan dragen, maar ik neem toch
wat sokken mee. Ik heb nog steeds best wel veel ruimte over. Meer dan de helft. Dus ik ga ook mijn bikinis erbij doen. Ik vouw de bikini 1 keer dubbel. En leg dan de andere bikini er op dezelfde manier gevouwen bovenop. Hier zit nu dus een soort kommetje. En daar leg ik dan het broekje in. Dan heb ik nog een BH'tje. Ik heb hier ook nog een heel simpel zwart hemdje dat ik mee wil nemen. Ik leg hem neer. Dan vouw ik de zijkanten naar binnen. Vouw ik hem dubbel. En dan rol ik hem op tot een heel klein pakketje. Ook deze legging. Hij is een beetje gekreukeld omdat ik hem de afgelopen dagen ook heb gedragen. Dus ik leg hem weer neer. Dan vouw ik hem dubbel. Trek hem weer een beetje strak voor zover dat heel belangrijk is. Rol ik hem op. En nu zit alles dus bij elkaar in zo'n klein zakje. Om schoenen in te pakken kun je verschillende dingen doen. Een van mijn goedkoopste tips is om gewoon een wc-papierzak te gebruiken. De andere is om zo'n packing cube te gebruiken. Je kunt ook in de winkel van die speciale zakjes kopen waar je schoenen in kan doen. Dat is dan net weer iets anders dan een packing cube. Ik had er ooit een, maar die ben ik helaas kwijt. Om een packing cube een beetje netjes te houden, leg ik op de onderkant een plastic zak. Dan wordt de packing cube zelf niet vies en kan ik hem later ook nog voor kleding gebruiken. Ik neem altijd iets mee om een vieze was in te doen. Het kan zo'n zakje zijn, het kan een plastic tas zijn, whatever. Maar neem iets mee voor je vieze was, want ik vind het persoonlijk heel vervelend als vieze was door mijn koffer tussen al mijn schone was gaat ronddwalen. En dan wat betreft toiletartikelen. Ik heb een beetje het gevoel dat dit een heel erg voor de hand liggende tip is, maar ik ga hem toch even noemen. Gebruik minis. En er zijn verschillende manieren hoe je dit aan kan pakken. Je kunt natuurlijk in heel veel verschillende winkels allemaal minis kopen van verschillende dingen. Ik moet zeggen, ik neem ook heel graag de minis mee uit een hotel. En je hebt nog van die zelfvulbare mini flesjes. En wat ik eigenlijk best wel vaak doe, is dat als een mini op is van een hotel of uit de winkel, dan vul ik die ook gewoon zelf met mijn eigen producten. Mijn cleanser en dag- en nachtcreme zijn best wel grote dingen. Maar ik deel dit gewoon echt heel graag mee op vakantie. Dus dan is het echt ideaal als je ze... Dit gaat helemaal niet goed. Ik laat het allemaal vallen. Dus dan is het echt ideaal als je het gewoon in zo'n klein potje zelf kan vullen. Ik probeer ook altijd even uit hoeveel er nou daadwerkelijk in kan. Want zo'n potje lijkt super klein. Maar hier kan je dus echt wel een week mee doen. Want ik heb geteld hoeveel pompjes erin kunnen. En meestal heb ik 1 pompje per dag nodig. En hier kunnen echt wel 10 pompjes in. Ook voor het inpakken van mijn toilettas ben ik echt gek op allemaal van die tasjes die alles een beetje op zijn plek houden. Ik vind een doorzichtige altijd wel prettig om de vloeibare dingen in te doen. Als shampoo, dagcreme, dat soort dingen. Dan blijft het allemaal bij elkaar. Dan weet ik ook dat mocht het open gaan, blijft het allemaal in hetzelfde tasje. En dan kan ik gewoon in 1 oogopslag zien waar het product zit dat ik nodig heb. Ook make-up doe ik altijd in 1 tasje. Voorheen gebruikte ik vaak echt een meer make-up-achtig tasje. Maar die was eigenlijk te groot voor wat ik meenam. Mijn dagelijkse make-up bestaat eigenlijk uit brow dip, een pencil daarvoor, een eyeliner, een mascara, een beetje poeder, wimperkruller en een contourpoeder. En dat past echt veel chiller in zo'n hele platte zip bag. Dan heb ik ook nog een hele kleine zip bag. Waar ik dan haar elastiekjes in doe en in de ander wattenstaafjes. En dan heb ik er nog wat grotere waar ik van die kleine handdoekjes in doe die ik altijd gebruik na het reinigen van mijn gezicht. En dan heb ik nog een paar losse dingetjes in mijn toilettas, zoals de oplader van mijn elektrische tandenborstel. Je kan natuurlijk ook gewoon een normale, kleinere tandenborstel meenemen, maar I love mijn elektrische tandenborstel, dus oké, daar wil ik best wat extra ruimte voor vrijmaken. Dan neem ik nog een scheermesje mee. Uiteindelijk doe ik alle losse tasjes in 1 grote toilettas, zodat alle toiletartikelen wel op dezelfde plek zijn. Zo is mijn toilettas redelijk overzichtelijk. Ik heb nu alles in van die tasjes ingepakt. Dus ik denk dat we alles in de koffer kunnen gaan doen. Helemaal onderop doe ik dan de kleren en dan daarboven de schoenen. En nu lijkt hij al best wel vol, maar die schoenen kun je echt nog best wel een beetje induwen. Dus daarbovenop past perfect mijn toilettas. Dan heb ik ook nog een beetje ruimte over voor wat zonnebrand en een losse föhn. Dan in het tweede vak doe ik het tasje met de onderbroeken, bikinis, dat soort dingen. En dan in het grote vak neem ik nog een leuk hoedje mee. Ik neem eigenlijk altijd wel zo'n canvas tasje mee. Dit is gewoon super fijn en handig om bij je te hebben. Ik merk eigenlijk dat het altijd wel van pas komt tijdens het shoppen, het boodschappen doen. Er past gewoon heel veel in en het weegt niks. Dus altijd gewoon handig om bij je te hebben voor wat dan ook. Voor mijn handbagage ga ik deze heel grote rugzak gebruiken omdat hier gewoon super veel in past. Hier zitten eigenlijk de dingen in waar ik gewoon snel bij wil kunnen. En de dierbare, breekbare spullen waarvan ik gewoon echt niet wil dat ze kapot gaan in mijn koffer. Ik wil dit gewoon graag bij me houden. Allereerst zit er mijn laptop in. Ondanks dat mijn laptop al een hoes heeft,
doe ik er ook nog een stevige hoes omheen. Zodat ik gewoon zeker weet dat mijn laptop beschermd is. En deze kan echt perfect in het laptopvak dat in de rugzak zit. Daarbij doe ik ook mijn iPad. Op mijn iPad kan ik ook lezen en zo. Dus mijn iPad dient tevens als e-reader. Ik heb het helemaal ontdekt. Ik vind het helemaal chill om hiervan te lezen. Dan zit er bovenop de tas een heel handig vakje. Waar echt ideaal van die dingetjes kunnen. Waar je gewoon snel bij moet kunnen. Dus ik heb hier in dit geval dan mijn portemonnee en mijn zonnebril in. Dan neem ik ook een stranddoek mee. En waarom ik hem in mijn handbagage doe, is omdat soms heb je in het openbaar vervoer wel eens van die beetje nepleren stoelen. En dat gaat gewoon heel erg plakken altijd. Dus dan vind ik het lekker om op zo'n stranddoek te zitten. Dan moeten uiteraard ook snacks mee. Want als ik ook maar een klein beetje iets te veel trek heb, dan word ik niet heel erg gezellig. Dan heb ik ook een tech pouch waarin ik al mijn opladers, SD-kaarten, extra lens, harde schijf en zo kwijt kan. Waardoor niet alle kabels allemaal door elkaar gaan in je tas. Maar het gewoon allemaal in één plek zit. Echt super handig. Uiteraard ook een flesje water. Ik vind het vrij teleurstellend dat deze tas geen houder aan de buitenkant heeft. Waar je een fles water in kan doen. Maar goed, het zij zo. Omdat het een treinrit is van zo'n 8 uur. Leek het me ook wel leuk om een spelletje mee te nemen. Jan en ik hadden in één keer bedacht dat ons dit echt super leuk leek. Dus we hebben nu twee van die puzzelboekjes gekocht. Als de ware volwassen mensen die we zijn. Dus we kunnen à la ANWB-koppel lekker de trein in. Dan heb ik daar nog een vakje waarin ik een tasje heb met daarin mijn bril, lenzen, deodorant, een kam en een haarelastiekje. Gewoon chill om binnen handbereik te hebben. Ik heb zowel in mijn handbagagetas als in mijn koffer eigenlijk nog best wel veel ruimte. Dus ik denk eigenlijk dat alles ook gewoon wel in een handbagagekoffer zou passen. Dus ik ga even kijken of dat lukt. En dan scheelt dat toch weer een beetje gesjouwd. Het enige wat niet meer in de koffer past zijn de schoenen. Maar de schoenen passen echt nog prima in mijn rugzak. Dus eigenlijk is een kleine handbagagekoffer en mijn rugzak dus voldoende. En dat, lieve mensen, is hoe ik mijn koffer in zou hebben gepakt als ik daadwerkelijk naar Berlijn zou gaan. Ik ga nu terug naar de andere kamer om alle spullen weer netjes op te ruimen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk tot een van mijn volgende video's. Ik upload altijd woensdag om 4 uur een nieuwe video. En ik hoop je dan zeker weer een keer te zien.